Ik heb geen gifjes echt met gewoon liters met poep gewoon. Dat je denkt, houd het nog op. Dan kijk, straks ben ik 70 en is mijn partner dus veel jonger dan ik. Als je maar veel geld hebt, denk ik. Ja. Dan kan ik niet veel geld hebben, schat. Martijn, heb jij er ergens onzekerheid over? Ja, wel over mijn lichaam natuurlijk, maar het is... Nou, laat het zien. Tjonge, jongen. Welkom bij deze nieuwe video. We zijn in Frankrijk, we zijn op vakantie. En we zijn ook op vakantie met de pleegkinderen van Martijn, Nova en Mieke. En we hebben allemaal blaadjes, de Girls, de Vogue, maar ook de Linda Meijden. Het is allemaal no spon. Maar er zijn heel veel quizjes in, waar ik best wel een beetje om moet giechelen. Toen dacht ik, misschien is het leuk, want we doen altijd ook wel een soort quiz challenge ding. Om even een paar vragen uit de Linda Meijden te vragen aan elkaar. Het is opgedeeld in een paar kolommen. Besties, even eerlijk, body, doe een gok, mind, liefde, me, myself and I en seks. Die ogen van jou, we spelen niet veel goed, ook maar goed. Oké, wat zou het einde van onze vriendschap zijn? Toch wel als de... Als er... Over onze vriendschap. Ja, dus stel dat jij met Jelle er vandoor zou gaan, of Martijn. Dat zou wel zou echt slecht zijn. Als hij met mij vandoor zou gaan, hoor. Dan ben jij weg. Ja, precies. Ik denk dat het ook niet heel goed is voor de vriendschap. Ja, zoiets. Een soort dat je verraadt of... List en bedrog. Ja, list en bedrog. Nou, ook... Zul ik maar zeggen dan? Ja. Ik voelde gelijk echt heel erg hard. Ja, dat vind ik wel een goeie inderdaad. List en bedrog. Dat is altijd, ja. Dat is nooit goed. Maar wat zou jij doen? Ik denk ook met list en bedrog. Of dat jullie allemaal iets weten wat ik dan nog niet weet. Zoiets, iets ergs, weet je wel. Ja, maar we hebben al veel te verduren gehad. Ja, dat hebben we allemaal overleefd. Dus nee, maar ik zou niet ex of zo meenemen op vakantie. Dat zou ik een beetje gek vinden. Maar verder zou ik alles normaal vinden. Nou, precies, zelfs dat kunnen we voor aan. Ja. Nee, dat is hetzelfde, denk ik. Ja. Oké, welke celeb zou je als BFF willen en waarom? Welke wat? Celeb. Welke celeb? Oh, sorry. Als BFF. Je ik zou denk ik wel leuk vinden als Harry Styles mij gehaald. Of Lil Nas X. Ja, Lil Nas X. Ja. Ja, die zijn gewoon iconisch. Nee. Ik ben de hele tijd je buik kunt inhouden. Oh, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik weet iemand. Gewoon een echte goede vlogger. Dus dat wij niet de hele tijd dingen hoeven te filmen. Gewoon iemand die dan de hele tijd zo toch... Zo'n Casey Neistat. Ja, of, Casey Neistat. En zo'n Knol. En zo'n Knol gewoon gezellig meegaat op vakantie. Of Bonnie. Dat je gewoon allemaal van die dingen krijgt uit waar ze er reclame van maakt. en die kookt vegetarisch. En het is gezellig. Oh, ja. Met een beetje mazzel en kook mee. Ja, maar we hebben Jesse al die al in gekookt. Ja, we hebben al een goede kok. Maar inderdaad misschien iemand die alles documenteert. Is misschien ook wel handy. Ja. Nou, meld je aan. Waarom zijn wij zo goed bevriend? Ja, we hebben dingen gemeenschappelijk. We zijn allemaal een beetje dezelfde types. We zijn er niet... Ik heb wel over nagedacht vannacht. Oh. Ik heb heel lang wakker gelegen. Maar vertel eens even wat meer. Maar wij zijn allemaal niet heel doortastend. Nou, we zijn wel maar we zijn niet zo van... Nu gaan we dit doen. Nee. En dat trek ik ook slecht als mensen zo zijn. Dus we zijn allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde gevoel voor humor. In de groep zijn we niet heel dominant. Nee, want we zijn allemaal wel heel verschillend. Ja, maar wel in knapheid, intelligentie, dat soort dingen, leeftijd. Maar we zijn wel, nee, een schapje. Maar wij zijn allemaal heel verschillend, maar daar lijken we op. Wij zijn wel sociaal gezien dezelfde types. Ja, denk ik ook wel. Goed voor mij, hè? Ja. Nee, maar dat is het belangrijkste, toch? Dat we allemaal wel een beetje dezelfde humor hebben. En we hebben natuurlijk gemeen dat we homo zijn. Je kan zeggen, kijk deze. Maar niet dezelfde smaak qua jongens. Dat is ook wel handig. Oh ja, dat is belangrijk. Of meisje, dat is toch wel dat je niet zo steeds bonje hebt. Ja, maar dat is zeker voor een homo vriendengroep is dat echt... Stel je gaat uit met mannen die allemaal op dezelfde mannen vallen als jij. Dat wordt echt niet gezellig. Nee. Dus dat is echt een goeie, ja. Mocht je nog een vriendengroep willen beginnen, of een meidengroep... Zorg dat je gewoon een andere smaak hebt. Ja, tip. Hoeveel bedpartners heb ik gehad? We beginnen met jou. Ja, nee. Nee, ik gok bij Martijn, gok ik... Oh. 50? Wat denk jij? Ja, ook zoiets denk ik, ja. Ja. Dan ga ik daar iets boven zitten, dan ga ik 60 zeggen. Ja, ik denk dat het wel ietsje meer is. Oh. Stout. Stout, jongen.
Hey, lekker, lekker bezig. En jij hebt het een keer verteld aan mij in een video volgens mij. Ja. Dat geloof ik. Zoek maar even op. Gay talk met dood. Ja. En bij jou denk ik... 8. Oh. Ja. Ik probeer een beetje leuk. Maximaal. Romantisch over te laten komen. Ja. Maar mag ik er even bij zeggen? Dat in mijn geval was... Ik dacht dan wel steeds... Oh, dit is de ware liefde. En dan werd het niks. Maar dan dacht ik, ja, is nou toch. Dikke op de tijd. Ja. Ik denk dat jij 70? 70? Per jaar. Oh, ik denk dat ik de 50 niet haal. Nou, jouw leefstijl moet het wel lukken hoor. Jezus. Nee, ik denk dat het misschien... Ik denk dat het minder dan 50 is hoor. Ben ik bang voor de dood? Ik niet. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, omdat ik het niet ben. Maar ik denk, ja, waar ben ik dan? Ik bedoel, we gaan het allemaal een keer en je... Ja, je weet niet inderdaad hoe het gaat gebeuren. Nee, je bent niet bang om dood te zijn. Want dan is er niks. Dan denk ik niet dat er nog iets is. Nee, maar ook niet dat ik denk van... Ik ben niet een heel angstig type of zo. Ik heb wel al gebungee-jumped. Ik heb al genoeg dingen gedaan dat... Ben je ook niet bang om dood te gaan? Dat het een hele pijnlijke, akelige toestand is. Ja, maar ik ben ook niet zo iemand die dan bijvoorbeeld in mijn eentje gaat wandelen in... Cambodja of een of andere plek, weet je, waar allemaal... Maar je kan zo uitglijden, je nek breken en dan op een hele nare manier doodgaan. Dat kan. Ja, als je in je eentje gaat wandelen in Sri Lanka inderdaad. Of weet ik veel... Nou, langs de gangen. Ik ben uitgegleden op de badkamervloer. Dat kan jou ook gebeuren. Zeker. Maar ben jij bang voor de dood? Nee, ik ben 2 keer bijna dood gegaan, echt. Wanneer was de eerste keer? Wanneer was het? Eerste keer was bij mijn geboorte. Maar daar weet ik niet meer veel van. Dus mijn ouders zeiden altijd, ah joh, alles is mooi meegenomen. Dus dat is een plezier. Ja, dat is mis. En ik denk, nou ja, leuk, weet je, het is allemaal leuk. En toen ik denk begin 20 was, toen ging iets mis. Een simpele galblaasoperatie. En toen heb ik 2 maanden op de IC, of 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. En een weekje op de IC. Maar toen dacht ik echt, toen ik daaruit kwam, heb ik ook een hele, hoe noem je dat? Planning voor mijn uitvaart gemaakt. Dat ik dacht, nou heb ik dat maar geregeld. Wat voor muziek? Nou, allemaal leuke grapjes. Dus ja? Het sluit af met Born to be Alive. Want ironisch. En het sluit af met zo'n ontzettend mooie riff. En een liedje van, ik weet even niet hoe ze heet. Maar er komen steeds meer dooien bij. Nu ga ik, maar straks ga jij. Maar dat heb ik nu al verklapt, sorry. En wat voor hapjes krijgen we? Niet. Dat vind ik zo stom. Dat je dan is het klaar. En dan is iedereen, oh, verdrietig. En dan 2 minuten later, iedereen droog. Oh, gezellig, leuk hoor. En dan wat zijn meestal de leukste begrafenissen? Ik hoop dat mijn begrafenis zo wordt. Ja, ik krijg altijd trek van... Ja, met kroketten en tosties krijgen jullie erbij. Oh, dat is zo oneerbiedig. Echt, hoezo? Nee, je moet al huilen naar huis. Kom op zeg. Toch niet dat je denkt, oh, dat was een lekker hapje. Nee, nou, dan gooi ik mezelf op je kist. Nee, waarom? En dan ga ik daarna lekker... Ik heb meer zin in de uitvaart van dood, moet ik zeggen. Ja. Wij worden het echt lol. Kijk er naar uit. Een beetje mazzel hebben die als eerste. Waar praat ik liever niet over? Nou, dat is grappig. Want jij bent altijd echt wel van de vieze gifjes en de vieze en vieze plaatjes die je doorstuurt aan ons. Maar als ze dan een keer... En ook wel van de vieze verhalen. Ja. Maar er zijn bepaalde categorieën waar jij dan als eerste zo... Ik wil niet horen gaan. Ik heb geen gifjes echt met gewoon liters met poep gewoon. Dat je denkt, houd het nog op. En dan zegt iemand... Oh, ik heb net mijn neus gesnoten. Ging door het zakdoekje heen. En dan zit jij zo... Ik ben er niet achter. Waar daar zit een soort super open en alles leuk. En een soort preutsigheid ergens. Wat ik bijvoorbeeld dan weet bij een vriendin die werkt dan op de spoedeisende hulp. Die kan bijvoorbeeld niet tegen mijn gore shitverhalen letterlijk. Maar ik kan niet tegen haar verhalen over... Nou, er kwam iemand op de spoedeisende hulp en zijn vinger lag er af. En die hebben toen het velletje... Nou, dan word ik gewoon helemaal, spoeg. Ik kan dus niet tegen... Ik kan ook niet tegen Dr. Pimpelpopper, weet je wel. Dat ze dan zo... Dat vind ik... Met spuitende pus en zo. Dat kan ik gewoon niet meer aan. Wat ik er grappig aan vind, is dat soms heb je een foto... Bijvoorbeeld die ene sticker die jij kwam met iemand op dat masker met die pont met schijt. Dan zit ik gewoon te denken, wat ik wel grappig vind, is dan denk ik, hoe op welk moment heeft iemand gedacht, dit is een goed moment voor een foto. Dus iemand die zit zo, en dat er dan iemand denkt, hey Anja, pak even de camera met de flits. Dat zie ik gewoon helemaal voor me, hoe dat dan gebeurt. Omdat er dan, weet ik veel, iets is met, er lekt ergens iets uit. Dat dan, oh, Thea, pak even de camera. Ja, daar kan ik gewoon gierig denken, wat het moment daarvoor, het moment voor de foto. Daar moet ik denk ik harder om lachen dan denk ik... De viezigheid zelf gewoon. Ja. Gadverdamme, nee, ik vind het echt heel smerig. Maar, waar wil jij niet over praten? Want dat is natuurlijk wel een goeie. Het is een onderwerp waar je het niet over hebt. God.
Nou, kijk, je maakt natuurlijk altijd wel veel grapjes over mijn leeftijd en leeftijdsverschil en zo. Dat vind ik wel altijd, dat vind ik wel lastig. Als ik er serieus over zou gaan nadenken, zou ik het lastig vinden. Echt? Maar nu lach je het weg en denk je erbij. Ja, dan werkt het wel. Ja, nu nog, nu is het nog niet zo erg. Nu ben ik nog niet zo oud. Zeg maar, niet zo oud. Nee, ik bedoel, ik ben nog. Ja, ik heb er gewoon warm van. Ik heb helemaal geen probleem met mijn leeftijd. Dus voor mij maakt het niet uit. Kijk, straks ben ik 70 en is mijn partner dus veel jonger dan ik. Ja, maar als die dan 40 is, dan is het zeg maar. Dan 70 of 40 maakt niet zoveel meer uit. Ja. No. Als je maar veel geld hebt, denk ik. Ja. Dat kan niet veel geld hebt, schat. Precies, ja. Dus ik heb het veel beter gedaan. Ik heb een jongere man met meer geld. Nou, winst. Ja, winst. Als ik sterf, wat zou je dan van mij willen erven? McDonald's zijn? Nee. Ja. Geen plek voor. Heb jij ooit dat grote stenen beeld van die tijger gekocht? Nee, die is mooi. Heb ik gekregen. De luipaard. De luipaard. Ja, die is mooi. Die vind ik wel mooi. Ja, okay. Dan gaan we er eens over maken. Geef dan aan iemand waar ik heel erg hekel aan heb. Nee, die is leuk. Die is leuk. Piano van ons. Oh, zo'n mooi piano, ja. Een mooi piano, ja. Kijk, Bram heeft natuurlijk hele goede gadgets. Jij, je drone. Oh ja, dat is goed. Ja. Nou, ja, dat kan dat duurt heel lang voordat hij doodgaat. Dus die drone kan in het museum. Ja, dat is wel waar. Wat is mijn grootste onzekerheid? Onzekerheid? Je bent niet iemand die erg onzeker is. Jawel, dat kan ook wel onzeker zijn over dingen. Nou, maar dat heeft dan wat meer soms met... Kijk, mij lijkt het ook wel ideaal om gewoon een vaste baan te hebben ergens. En gewoon te denken, hier blijf ik gewoon... Ik had het daar met dokter Bram over. Die heeft gewoon een baan, die is gewoon top salaris. En vindt het allemaal leuk en die heeft nog doorgroeimogelijkheden. Maar mij, aan de ene kant vind ik mijn werk nodig elke keer iets anders doe. Maar soms ook dat ik denk, oh mijn god, en waar gaat het heen? Ja, maar waarheen, dat allebei natuurlijk. Want ik bedoel, ik heb wel een vaste baan. Maar als Radio 2 zegt, oh we willen voortaan een vrouw. Ja, dan heb ik nog steeds wel een baan. Maar dan lees ik in de kantine. Ja, maar dan lees ik s'nachts op de regionale omroep. Vind ik ook hartstikke leuk. Maar ja, dat kan bij mij kan het zeg maar binnen een week anders zijn. Dan heb ik nog wel inkomen, dat is wel leuk, maar dan doe ik niet meer precies wat ik wil. Ja. En wat doe ik hierna? Constant de twijfel van, doe ik nu wel het juiste met het oog op de toekomst? Ja, en dat je dit zo'n afweging maakt van, ga ik dan dit project wel of niet doen? En wat betekent dat? Terwijl soms denk je, ah joh, doe het gewoon over 2 jaar toch niet meer dat je het hebt gedaan. Ja. Maar dat kan soms een onzekerheidje zijn, maar ik heb voor de rest niet. Maar niet over jezelf? Over je lichaam. We willen verder geen suggesties doen, maar ik zou er behoorlijk onzeker van zijn. Het is een mijne. Kraken we nou? Martijn, heb jij nog ergens onzekerheid over? Ja, wel over mijn lichaam natuurlijk, maar het is... Nou, laat het zien. Tjonge, jongen. Echt, de voorlaatste dag van de vakantie, hoor. Tjonge, jongen. Nee, mijn lichaam maar verder niet. Eigenlijk. Maar dat heeft iedereen toch wel? Ja. Heeft iedereen. Oké, we gaan nu naar het blokje liefde. Dat is nog niet seks, maar liefde. Wat vind ik belangrijk in een relatie? Ik denk goede tanden en humor. Goede tanden. Dat is nog niet in een relatie. Dat is wat vind ik knap aan iemand. In een relatie. Nee, maar gewoon toch dat je je op je gemak voelt. Dat je... Ik vind humor wel echt heel belangrijk, hoor. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat je om jezelf heen lacht. Dat je gewoon... Om het leven kan lachen ook, weet je wel. Maar ja... Ja, ik, dat is een beetje tegenstrijdig, maar ik heb heel veel vrijheid nodig in een relatie. Dus ik moet me echt af en toe alleen laten en mijn ding laten doen. Een schuur. Ja, eigenlijk wel. Dus je moet ook af en toe gewoon met rust laten. En dat kan niet iedereen, heb ik ontdekt. Maar kan je dan ook niet samenwonen? Nee, ik zou nooit willen samenwonen. Samenwonen en dan met een extra schuur erbij? Denk het ook niet. Want dat is niet echt alleen. Ja, maar dat weet je niet, hè? Dat kan nog veranderen. Misschien. Maar dat is misschien een beetje een rare... Want dat is natuurlijk een soort wat je niet wil in een relatie eigenlijk. Ja, je wil iemand die je met rust laat. Ja. Dat is wel duidelijk, toch? Maar is het vrijheid gewoon dat je je eigen ding kan doen? Maar niet vrijheid als in polyamoreutisch... Nou, op dit moment niet. Ik knip het wel uit. Doe dat maar. Nee. Ja, en in een relatie... Ja, ik ben zelf... Ik vind het fijn om een soort... in een soort al discussierende met iemand tot een punt te komen, een soort mening te komen. Dus ik vind het fijn als iemand soort tegen me in durft te gaan en als ik dan iets zeg, dat hij niet meteen denkt, oeh, waarom vindt hij iets? Maar dat gewoon zegt, ja, nee, dat is niet zo. Dat ik kan zeggen, ja, dat is wel zo. Dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Dan denk ik, oh, misschien is het niet zo. Maar zo kom ik tot mijn
Ja. Gedachtes. Ja, maar ook wel dat je samen oplossinggericht bent. Ook wel eens een ruzie. Dat je er niet zo... Ja. Ik heb ook een keer een relatie gehad en dan vloog steeds het servies tegen de muur. Maar dat is ook zonde. Want dan moet je eens nieuwe borden kopen. Weet je. En dan uiteindelijk kom je nergens verder. Denk je, ja. Kennen we jij toen al? Kapang! Nee, maar ik wil gewoon iets wat niet kan. Maar dat ik wil gewoon iemand die... Want ik wil geen hulp. Want dan denk ik, ik ben geen handicapped. Ik kan het bij mezelf wel. En dan... Dus ik wil eigenlijk dat iemand me op precies het juiste moment helpt. Met een dokter. Ja, maar ja, het is geen verpleger natuurlijk, hè. Ja. Onafhankelijk, je wil onafhankelijk zijn. Ik wil onafhankelijk zijn en ik wil dat iemand helpt als ik het niet vraag. Ja, 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 dat is lastig. Dus ja, dat kan niet. Maar bij jullie geen humor nodig? Of andere... Nou, geld, hè, dat is het belangrijkste. Ja, geld, dat is fijn. Ja. Nee, maar Bram heeft, die lacht om dezelfde... Mijn Bram, die lacht om dezelfde rare grapjes. Dan loopt iemand voorbij, daar is eigenlijk helemaal niks geks aan. Maar ik moet er dan heel hard om lachen. En dan kijk ik naar links en dan lacht hij er ook om. Ja, dat is heel fijn. En wij haten dezelfde dingen. Oh, want wij vinden niet dezelfde dingen leuk. Echt helemaal niet. Weet je, hij houdt van allemaal ingewikkelde dingen. Dat vind ik helemaal niet zo leuk. Maar dingen die hij stom vindt. Zeg maar een muntje in een winkelwagentje of andere. Dat is het niet helemaal mee. Ja, dat is een goeie. Schept ook een band. Ja, band. Wat was mijn ergste date ooit? Dat durf ik niet zeggen. Hoezo niet? Nou, gewoon. Hij zit erbij. Nee. Ik had een keer een date met een jongen. We hadden gewoon samen gegeten. Het was super leuk, gezellig. Toen ging hij mee naar huis. En toen kwam hij binnen. Volgens mij heb ik dat al verteld. Toen kwam hij zo binnen. En vanaf toen is hij alleen nog maar zo... In mijn huis. Zoveel vragen. Zoveel vragen. Zeg maar al mijn posters en kunst. En dingen die op de piano stonden. En überhaupt de hele inrichting. Alles was... Zoveel vragen. Nee, stel ze dan. En daarna was het weer leuk. Toen gingen we samen muziek luisteren. Dus ging hij een liedje, ik een liedje. Dat was heel erg tof. En toen gingen we naar de slaapkamer. En dan ging ik gewoon weer verder. Zoveel vragen. Ja, dan ging ik gewoon weer verder. Oh, zoveel vragen. Maar was het toen je broek uit had? Zoveel vragen. Ja, daar kwam het dus niet van. Want ik was inmiddels echt een beetje... Je had zoveel vragen. Je had zoveel vragen. Ik heb ook heel veel vragen. Ik heb één keer gehad... was met een meisje, maar die was gewoon heel erg onbeschoft naar de bediening in het restaurant. Oh, vreemd. Dat vond ik zo erg. Ja. Dus trouwens vind ik ook altijd een goede tip als je met iemand gaat daten. Je bent op date 2, 3, 4. Je denkt, nou, het wordt wel wat. Ga met diegene uit eten. Als iemand dus een eikel is tegen, of een trut tegen de bediening, dan is dit, dat zit iets onder. Dat wordt dan verschrikkelijk. Of het is een recensent. Je weet het niet, hè? en ik vind altijd, als iemand niet lief is voor dieren... Tegen mijn kat of tegen andere dieren, dan denk ik ook... Gelijk een schop te tegen. Denk ik ook. Als ze dieren opeten, dan kan ik bij mijn Oké, we gaan richting het kopje seks. Voor welke seksblunder schaam ik me een beetje? Seksblunder? Ik las eerst seksblender. ik vind het nooit zo erg als het in bed een beetje ongemakkelijk... en een beetje een raar geluidje en een scheetje. En het kan allemaal. Het is niet een blunder. Wat is mijn droom? Als we zo'n week op vakantie zijn, denk ik wel echt... Wat zou het gewoon chill zijn om dit leven gewoon altijd te hebben. Ja. Gewoon altijd beetje videootje maken. Ja, een beetje video's maken. Een beetje met vrienden. Lekker eten. Lekker bij het zwembad liggen. Ja, dat is toch gewoon een droom. Maar zou je niet gewoon dan als droom gewoon helemaal de YouTube live op willen? Ja, dan kan je dat wel doen, denk ik. Ja, toch? Ja, dan zou je dat kunnen doen. Maar waarom doe je dat dan niet? Omdat het niet goed genoeg verdient. Nog niet? Nee, nog niet. Ik zou het ook wel willen, ja. Maar dan wel en dan allemaal leuke dingen doen. Niet nou niet doen. Ja. Liedjes bedenken en zo. Maar ik heb een hele leuke baan, vind ik. Ja. Dus ik haal de lol echt uit mijn werk ook. Ja, je hebt zo'n leuk huis, leuke kinderen, leuke vent, leuk werk. Jij bent klaar. Leuke vrienden. Ja. Ja, maar dus ik denk wel, wat moet ik dan hierna nog? Nee, maar ik zou het echt niet weten. Dus, maar dat is wel eng. Want het klinkt als een luxe probleem. En dan denk ik, ja, en dan nu? Als nu Radio 2 zegt, we stoppen het mee. Of als ze nou denken na een jaar... Nou, saai. Ik heb nu mijn ideale baan. Ja, het komt vanzelf. Er komt altijd wel iets anders. Ik geloof niet zo in dat 10-jaren plannen en ambities. En, het leven gaat zoals het gaat. Ik denk dat Doc ook wel het punt van doorbreken staat. Het is echt zo'n moment dat ik denk dat ik kan zeggen... Nou, Doc, het is altijd wel gezegd. Ik was erbij. Ja. Maar daar nooit meer iets gehoord. Nee, precies. Heb je een droom op acteer- of presenteergebied? Nou, ik heb nu heel veel theater gedaan afgelopen... aantal jaren, maar ik zou wel meer film tv kant op willen doen. Oh ja. Maar het is gewoon een medium is wat ik nog niet heel veel heb gedaan. Ja. Lijkt me heel leuk. Gewoon eerst een halfjaartje Goede Tijden en dan bam, allemaal andere dingen doen. Zeg je nee tegen Goede Tijden? Nu zeg je. Ja of nee? Ik zou Goede Tijden doen, maar dan zou ik gewoon gelijk zou ik een slechterik willen spelen en een vaste rol. Oh, geen ijzer verder. Nee, ja, je vraagt toch? Ja, nee, dat wil ik gewoon. Dan gelijk dat je gewoon zo'n goede, dat iedereen denkt, oh ja, dat was dat epische moment. Ja. En dan wel vast, niet zo dat je 3 weken
even langskomt, snap je? Mij lijkt ook wel leuk, want ik heb natuurlijk ook zelf dingen bedacht en gemaakt voor theaterdingen en voor podcasts en zo en online, maar nog niet echt film tv. Dat lijkt me ook wel leuk om dat nog te doen. Een soort Doop van Dijk Productions, Unlimited. Ja, gewoon XXX. Samenwerken met Endemol en... Nou, bijvoorbeeld. Dat zie ik jou ook nog wel doen. Jij bent wel echt een goede... Leuk om ook om dingen te... Ja, om dingen te bedenken. Dan te denken, oh, dan moeten we daar die voor vragen en ja. Dat zo. En je krijgt het van elkaar. Want wij dachten echt, oh my god, echt nu weer zo'n ding opnemen. En toch krijg je het van elkaar. Toch gaan we hier weer zitten. Nou, dames en heren, je ziet het. Het was weer een epische video. Nou, ik zit aan de zijkant. Ik kan me zo afdroppen. Vergeet niet om hem te volgen op YouTube. Dat is heel belangrijk. En hem niet te vergeten op YouTube. Precies. En mij niet te vergeten te volgen op YouTube. Ja. En dan heb ik nog een vraag voor jullie. Met welke celeb zouden jullie op vakantie willen? Laat het weten in de comments. Doei. 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 Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.